Seat Bruinja, Jan Dirk van den Burg en Daan Rovers. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal des vaderlands zijn geweest. Seat is dichter, Dirk Jan fotograaf en Daan de denker des vaderlands. Goedenavond alle drie. Goedenavond. 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 Ja, is een beetje het jaar doornemen eigenlijk toch. Hè? Daar is het voor bedoeld. Daan zit als enige op afstand. Goedenavond, Daan. Hoe verging je dat des vaderlands zijn in een toch wel ontwrichtend jaar? Ja, op een hele gekke manier natuurlijk. Ik was eigenlijk van plan om de godganse tijd rond te reizen door het land. En ik had mij gepresenteerd als iemand die een publiek denker is. Dus die in interactie met mensen in zaaltjes de hele tijd hardop gaat denken in groepen. En dat heb ik ook gedaan. Gelukkig duurt het denkerschap 2 jaar, dus ik had al een half jaar erop zitten. Mm-hmm. Toen van de ene op de andere dag werd alles afgebeld en moest ik het noodgedwongen allemaal op afstand doen. Kan er nog wel veel doorgaan hoor. Ik bedoel, de media gaan gewoon door. Ik kan ook schrijven, dus dat is wel gelukt. Maar het was wel een totaal ander leven van de een op de andere dag. Was het ook moeilijker? Ja, het is moeilijker om geestdrift en contact over te brengen op afstand, denk ik. Maar tegelijkertijd moet ik ook wel bekennen, ik weet niet hoe het voor mijn collega's is, maar mijn agenda was zo vol dat het me ook voor iets behoed heeft. Ik weet niet hoe ik erbij had gezeten als er geen corona was geweest. Want ik had het wel iets te druk ook, hoor. Ja, ik zie het set knikken. Ja, toen de eerste golf kwam, toen zat ik wel een beetje... Nou, ik had geen burn-out, maar ik was wel hard aan het werken, inderdaad. Dus voor mij was het op dat moment wel heel fijn. Maar daarna duurde het wel heel erg lang. En ik besef natuurlijk heel goed dat het voor heel veel andere mensen totaal niet fijn was. Nee, ja. maar je zat tegen een burn-out. Je nam gewoon te veel werk aan. Ja, ik had veel klussen. Ja. Door de eerste coronagolf kwam je tot bedaren. Ja. Weet je werkt er ook beter van eigenlijk? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want anders dan had je gewoon andere uitdagingen gehad. En soms werk je heel goed. Je mag zelfs kritisch zijn nu. Ja, nee, maar soms werk je heel goed juist onder druk. Ik heb soms de beste dingen gemaakt in een hele korte tijd, zeg maar echt. Ja. Sprintje. Met sprintjes? Ja. Dat bleek goed te werken. Ja, vaak wel, ja. Ja. En Jan Dirk, als fotograaf, hoe was het voor jou? Je kon op een gegeven moment ook snel niet meer op mensen af met je fototoestel. Ja, fotograferen in huis is lastiger dan schrijven natuurlijk. Mensen zijn wel iets schichtiger. Maar ja, ik was eigenlijk sowieso, de laatste 15 jaar ben ik eigenlijk bezig geweest om me helemaal te pletter te fotograferen. Sowieso binnen onze landsgrenzen. Ja. Dus voor mij veranderde er eigenlijk betrekkelijk weinig. De series waar ik aan werkte, ik heb een NRC, een serie die heet Typisch Nederland. En die gaat meer over hoe wij met onze kliko-bakken omgaan. Waarom wij kleurloze auto's kopen. Waarom we home letters in de vensterbank hebben staan. Waarom we onze buxushagen in vormen snoeien die lijken op nassi-schijven en frikandellen. Allemaal dat soort dingen. Maar, dat kon maar gewoon door. Een buxushagen en een frikandel dragen geen mondkapje. Dus daar zie je het verschil niet van. Maar als je mensen gaat fotograferen, heb je misschien veel te maken gekregen met altijd maar die mondkapjes in de buurt. Krijg je daar niet het lazarus van? Nou ja, vooral ik bezoek ook ambtshalve en ook vaak beurzen, evenementen, festivals, markten. Dat is. Maar ik merk wel, zeker in die tweede golf, dat mensen eigenlijk wel dat ook even het. De normale conventie is. Dat iedereen gewoon met een mondkapje loopt. Ja. En als je iemand aanspreekt, dat het eigenlijk, Maar het lijkt me zo bepalend voor een fotograaf dat je elke keer dat mondkapje erbij krijgt gratis in je shot, laat ik maar zeggen. Ja, maar dat zijn juist de dingen die ik... ik heb niet zoveel op met de actualiteit. Dus ik heb helemaal geen... Dat doen mijn collega's die meer echt in de pure fotojournalistiek zitten voor mij. Maar ik denk dat ik nog het afgelopen jaar nog helemaal geen mondkapje heb gefotografeerd. Heb je daarom die sjerp? Want even, Daan zit op afstand. Jan Dirk heeft zichzelf een sjerp cadeau gedaan. Wat staat er op die sjerp? Kan niet lezen. Er staat nog steeds fotograaf des vaderlands. Ja, je krijgt er in de fotoland... Dat ambt is prachtig, maar je krijgt er betrekkelijk weinig bij. Dus ik ben naar draf-en-rensportprijzen.nl gegaan om een sjerp te kopen. Ja. Daan, heb jij jezelf iets cadeau gegaan na dit eerste jaar? Want je gaat
een tweede jaar tegemoet als denker des vaderlands. Ja, ik ben nog tot 1 april in functie. Dus nee, ik heb mezelf. Maar ik heb nog 2 dagen om mezelf iets cadeau te doen. Denk ja, ik. Dat is zeker. Ja. Een vulpen misschien? Ja, vulpen. Ja. Wat zou je met de vulpen in deze laatste dagen willen schrijven dan, als denker des vaderlands? Nou ja, de neiging is groot om een terugblik te schrijven, maar misschien heb ik meer behoefte aan een vooruitblik eigenlijk. Want we weten wel zo ongeveer hoe het afgelopen jaar was, hoewel je ook wel weer snel dingen vergeet uit de eerste golf. Maar ik wil eigenlijk door. Ik wil naar voren. Ik wil een paar dingen achter de rug hebben. Dus ik zou graag iets over hoop schrijven. Ja, maar het zijn wel woorden geworden die een klein beetje aan erosie onderhevig zijn. Hè? Hoop, troost. Zeker, ja. En ik vind ook, het is wel een moeilijke periode. Zeker nu, de laatste dagen, wordt het schaakbord nog krapper, lijkt wel. Omdat die Britse variant duikt op. Die vaccinatie schiet niet op. We zitten maar opgehokt. Er zitten dadelijk 2, 3, 4, 5 weken. En wat is het perspectief? Ik vind het wel benauwend worden. Kijk, ik hou erg van kruiswoordpuzzelen. Maar wacht even, Daan. Er worden nu juist goede zinnen en goede gedachten van jou verlangd. En niet een lichte paniek die ik nu hoor. Nog 2 dagen, hè? Knallen. Nou, kijk. Nee, daar heb je gelijk in. En daar wil ik ook best aan meewerken. Ik voel me ook geroepen om mensen een hart onder de riem te steken. Maar ik vind wel dat je de wanhoop niet moet overslaan, snap je? Je moet niet naïef zijn op het blinde af. Dus je moet eerst even zien waar we nu in zitten. En dat houden we best wel even vol. Maar dan moet er wel een soort licht aan het einde van de tunnel komen. Dat is er ook wel natuurlijk, ja, okay. Met het vaccin wat eraan komt. Ja. Maar ik wil eigenlijk. Ik snap het. Zet, maar hoe is het dan van jou? Want jij schrijft ook. Schrijf jij de ellende er nog eens 1 keer goed even lekker in de komende dagen? Die wrijf ik nog even lekker in. Ja? Nee, de komende dagen ben ik met een andere opdracht bezig. En die gaat over financiële adviseurs. Dus ja, dus gebeurt nog van allerlei andere. Wacht even, over financiële. Nou ben ik het even helemaal. Ja, het is tussenpersonen voor verzekeringsmaatschappijen. Die hebben een nieuwjaarsactie. Het is gewoon een snabbeltje. Ja, maar echt een hele leuke snabbel. Want ik wil maar zeggen, je praat in 1 keer met andere mensen. En al die dingen gaan ook gewoon door. Mensen sluiten nog steeds verzekeringen af. En dat is niet. Als des vaderlands hebben we natuurlijk veel meer dan corona waar we ons mee bezighouden. Het onderwerp hiervoor over die toeslagen, daar zou ik bijvoorbeeld nog wel eens. Ja. Je probeert er juist ook wel enigszins van af te raken van corona in je schrijfwerk. Ja, ik heb er al 5 of 6 of teksten waar dat al in zit. En op een gegeven moment. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niks nieuws meer gebeurt, waar misschien nog iets over geschreven kan worden. Maar deels wil ik wel graag over iets anders schrijven. Ja. Ja, ik had van tevoren gezegd, en dat was voor jullie ook gevraagd, dus is ook geen nieuws voor jullie, dat we even zouden kijken of het werkt als we jullie op elkaars stoel zouden gaan zetten. Hè? Jan-Dirk, jij als fotograaf dus vaderlands, welke filosofische gedachte heeft jou enig houvast gegeven in 2020? Nou, dat is heel. Ik heb eigenlijk mijn handen vol aan mijn eigen niche binnen het vaderlandschap. Maar ik moest wel denken, al een paar weken geleden had ik Koos gefotografeerd uit Hoevelaken. En die springt elke ochtend. Die doet een soort Wim Hof training. In ijskoud. Maar die springt in zijn eigen regenton. En die ziet dat ook als oplossing voor de corona-nieuwjaarsduik. Ja. Dus ja, ik zag het gewoon voor me, zeg maar, die oplossing om gewoon niet te kijken van wat je nog eigenlijk wil in het leven. Mensen zijn gewend om dat buiten en ver weg te zoeken. Maar kijk gewoon wat je hebt, die regenton. Ja, ook, ja. Het klinkt ook heel erg alsof jij de filosofie beoogt van het hier en nu. Je hebt de regenton, zit steenkoud water in. Ja. En daar moet je inspringen. Dat is zo kort moet je kunnen denken. Ja, ik ben wel heel erg van de oppervlakkige diepheid, zeg maar. Ja. En Daan, kun jij hierop reageren als filosoof? Zit hij in een goede richting? Nou, kijk, je kunt eigenlijk 2 kanten op. Of je moet heel erg naar het hier en nu. Dat vind ik een heel goed voorbeeld daarvan. Of je moet juist enorm uitzoomen. Dat kan ook helpen. Dus dat je niet. Want als je een halve dag vooruit kijkt, dat is eigenlijk het meest wanhopige. Want daar gebeurt eigenlijk vrij weinig in. Dus je moet of het moment grijpen, of je moet denken. Deze hele kerstperiode, dat is onderdeel van een maand en van een jaar. En dus een wat verdere periode kijken. En dan terug proberen te kijken en te denken,
hoe wil ik eigenlijk deze periode doorgebracht hebben? Dat kan ook helpen, maar... Oké, dus ja, ik zie Jan-Dirk tussen... enigszins vertwijfeld rondkijken met zijn sjerp nu. Het daalt langzaam in, maar ik vond het ook een mooi inzicht. Dus, ja. Dichter is vaderlands. Ja. Welk beeld zie jij voor je als het om 2020 gaat? Je hebt alle foto's gezien van het jaar. Welke kies je dan uit? Ik heb een foto, kies ik dan uit van Jan de Jong. Dat was een oude man, een oudere in een bejaardenhuis. Of een bejaardenhuis in Veenwoude. En ik deed daar een tour. We schreven met oudere gedichten en we maakten een gedicht voor hen. En we maakten ook foto's met hen. En ze mochten zelf een foto kiezen of een plek waar ze een foto wilden maken. En er was een muzikant mee. En Jan werd door Rosa van Ederen, de fotograaf die we mee hadden, op de foto gezet. Bij een spoorwegbrug. En hij als jongetje zat hij vast aan de mast op de roef van het vrachtschip van zijn ouders. En die moesten daar stoppen en die moesten een spoorwegbeambte meenemen, want het was de spoorwegstaking was geweest. Ja. En hij had dat gedicht, was door zijn moeder geschreven, was daar een gedicht over gemaakt. Had hij ook nog helemaal uitgetypt en verfrommeld. En hoe keek hij op die foto? Ja, hij staarde zo een beetje over het land. Het is daar echt het Veenwoude, dat is de Friese Woude. Het is echt heel vlak. En de zon scheen. Het was maar wat trof jij daaraan dan? Trof jij daarin, in dat beeld? Dat verhaal van die man. En het verhaal van het contact. Ik bedoel, als we terugkijken, hè, want dat was de vraag eigenlijk. Dan ben ik door dat project, Portret en Poëzie heet het, zijn ouderen iets anders voor mij gaan betekenen. Wat dan? Weer meer mens of zo. Als een grotere, hoe zeg je dat? Meer als individu. Niet meer als iets wat je... Je hebt je eigen ouderen die je kent natuurlijk. Maar dit was elke keer weer een ander verzorgingstehuis. En je weet dan wat het betekent als daarna die deuren dichtgaan. Ja, Daan, jij bent denken des vaderlands. Welke poëzie gaf jou enig inzicht in 2020? Nou, ik moet zeggen dat ik in de eerste lockdown heb ik een gedicht gepost van Vazalis, die dichteres, dat heette App. En dat gaat eigenlijk over de stilte, over een periode waarin je je terugtrekt en wacht. Mm-hmm. En in verwachting bent van een toekomst die beter wordt en waarin de oceaan weer aanzwelt. En ik las het vandaag terug en ik dacht, ja, misschien moeten we dat nu weer zo zien. En dat bedoel ik eigenlijk met dat uitzoomen. Als je kijkt over een langere periode, zullen we hier ook op terugkijken als, ach, het was maar een paar weken, het was maar een maand. Dus dat geeft mij ook wel hoop eigenlijk. Ja, maar zonder het gedicht nu helemaal te gaan gebruiken, maar het wachten op iets, de tijd ergens voor nemen, zeg jij. Maar Jan-Dirk die wil gewoon met het fototoestel iedere dag op pad. Die wil helemaal niet binnen zitten, toch? Ja, wat is dan voor mij de oplossing, Daan? Nou, als je een regenton hebt, moet je daarin gaan zitten, begrijp ik. Maar ik heb geen regenton, dus ik moet het met die boeken en die gedichten stellen. Een selfie in de regenton. Nee, maar... En ik denk ook wel, eerlijk gezegd, ik ben wel met Zet eens... ik zou ook zo graag weer eens over wat andere dingen hebben. Gewoon over andere problemen of over andere leuke dingen. Dat zou ik eigenlijk het prettigst vinden. Maar het gek is dat Jan-Dirk, hij heeft niet voor niks een sjerp op. Hij voelt zich een klein beetje hoger gesteld dan jullie. Die zegt dat van begin af aan al in het gesprek. Hij zegt corona opzij schuiven. Ja. Gewoon de dingen doen precies. Die je altijd doet. Is dat toch doorgaan. Jouw uitdaging? Ja, maar ik heb wel de luxe dat ik toevallig net in een niche zat. Als je mijn collega's die Kadir van Lohuis heet of Eddie van Wessel, die juist in het buitenland. Ja, die zijn in oorlogsverslaggevers vaak. Die zitten natuurlijk thuis in de piepzak. Maar voor mij maakt het in mijn werk niet uit. Dus ik kan gewoon volle bak door. Maar zou het voor jou toch niet spannend zijn om bijvoorbeeld in januari te zeggen, oké, ik heb nu een jaar aan de corona ontrokken. Nu zet ik mezelf wel op de kaart als de grote corona-fotograaf. Ja. Wat zou je dan nu nog net in dit jaar bedenken om te fotograferen? Nou, mijn grote angst is dus dat ik dacht van, nou, die actualiteit, dat is niet mijn ding. Dat waar ik blijf zitten waar ik zit. Het waait wel over dat de actualiteit mij inhaalt als het normaal waar we naartoe gaan. Ja. Dus dat is wel, daar heb ik wel eens een nachtmerrie of twee over gehad dit jaar. Maar fotografeer je liever de lichtheid dan de zwaarte? Of chargeer ik nu? Nou, ik fotografeer meer binnen het concept geintje met een seintje. Dus het is licht,
Maar als het even mee zit, zit er ook nog wel wat, ja, wat in. Maar als jij gebeld wordt en er wordt gezegd, kom naar het Erasmus MC, het gaat hier nu zo slecht. Ja. Mensen moeten bij wijze van spreken bijna buiten wachten. Je hoort het hier en daar al aankomen. Willen graag dat jij daar een reportage van maakt, zeg je dan, dat is niks voor mij? Nou, als ik het dan op een manier kan doen dat ik het harde nieuws kan vermijden en daarachter wel kan fotograferen en ook de relativering van het leven mee kan pikken, dan zeg ik, ik ben er morgen. Ja, dus je gaat toch, ondanks het zware beeld wat we nu voor ons zien, toch iets lichts vinden ook. Ja, iets relativeren. Moeten we er aan kunnen ontsnappen. Ik zou het ook interessant vinden. Ja? Om te doen, ja. Als ik niet in de weg zou lopen. Gewoon om er dichterbij te zitten. En hoe werkt het dan vervolgens? Ben je dan iemand met een notitieblokje die dan een paar zinnen opschrijft? Ja, alles opschrijven. Alles opschrijven. Wat je en zijn je gedichten lang of? Dat hangt vanaf waar ze gepubliceerd worden. Want in NRC mogen ze niet soms de hele pagina. Het fit te veel bij jou, hè? Maar als ik voor mezelf, dan zijn ze lang, ja. Als ik voor mezelf iets maak, dan is het gewoon een... Daan, als je nu 30 seconden hebt, en dat heb je in deze uitzending nog, want dan gaan we ermee stoppen met dit gesprek. Wat heeft Nederland dan nodig in 2021, zeg jij als denker? Veerkracht, energie, enthousiasme, inspiratie, een beetje wijsheid ook. En een beetje uitzoomen op dat eeuwige... die belangstelling voor onze eigen navel en onze eigen volksaard en onze eigen bijzonderheden, daar kunnen we zo eindeloos over zeuren. Dan zeg ik het heel erg diplomatiek. Dan moeten we misschien een beetje vanaf. Dus iets minder belangstelling voor die eigen eigenaardigheden. En iets meer de blik naar buiten. Oké, iets meer de wereld zien in plaats van dat rare Nederland. Ja. Ja. Ik dank jullie wel. Het Zet Bruinja, Jan Dirk van den Burg en Daan Rovers. Mensen die des vaderlands zijn.